een beetje uitgekeken op alweer een coverband en op zoek naar iets spannenders, dan kun je sinds kort iedere avond terecht in het gloednieuwe studio en theatercafé A Good Vibration. Het resultaat van een gedeelde passie voor muziek bij twee gedreven Nijmegenaren. Wat is het idee achter deze nieuwe locatie? En hoe hebben zij deze droom kunnen verwezenlijken? Dit is een studio theatercafé. En wat we hier doen is zeg maar dat we proberen om de creativiteit in het nieuw moment te vangen. Augusta had hier dus ook al een keertje gespeeld en ik hier ook achter de bar gewerkt. Ik had zoiets van, wow, dat is echt een mooie tent. En toen kwam een vriend van ons, die had zoiets van, nou, het staat te huur. Toen zijn we er eigenlijk gelijk op afgegaan en ja, ik had zoiets van, we moeten het gewoon doen. Vanaf 9 uur kan je onder mijn naam, dus Augusto Titarsole. Op Facebook, als je daar inlogt, dan kan je elke avond, behalve dinsdag, kan je ons het podium meemaken. En dan speelt dan elke avond daarbij muziekprogrammering. En er is ook ruimte dus voor kleinkunst. Ik wil ook een oproep doen voor bandjes die niet Buma-stemmen geregistreerd staan, muziek schrijven en willen optreden, die een plek zoeken. Ik sta achter de bar. Ik verzorg de drankjes, maar ook de hapjes. Ik maak het allemaal zelf. De moeder van Auguste die maakt dan de Molukse hapjes. Zoals de lumper, pasteitjes, lumpia. Kan ik ook wel, maar is een beetje te veel werk voor mij nu. Omdat ik nu ook alleen de bar doe. Ik hoop dat er hier mensen komen die het mooi vinden om van kunst te genieten. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.